Met wie zit ik in de auto? Met mij. Ja? En jouw naam? Ik heet Jan. Jan Roos. Jan Roos. Van het bekende. En met wie nog meer? Met Matthijs, de cameraman. We gaan even een ritje maken. En we gaan even een interviewtje doen over waarom Tesla zo'n rampzalig auto is. Want dat was een beetje de vraag. Eens kijken, heb je al eens elektrisch gereden? Nee. Oké. Okay. Aan de zijkant zitten knopjes. Een horizontaal knopje kun je naar voren en naar achteren doen. En dan kun je een beetje zeggen van hoe je het hebben wil. Oké. Nou, hier heb je het schermpje, zeg maar. En hier kun je een beetje zien waar we zijn op dit ogenblik. En als je nu met je poot op de rem doet, dit been, dan gaat de auto aan. En dan kun je deze naar beneden doen. En dan kunnen we wegrijden. Er staat wel een paal voor, ja. Hè? Ja, je moet wel gewoon blijven rijden. Ja, ga maar. Hij heeft allemaal indicatoren. Kijk, hij heeft indicatoren van... Oh, ja. Ga maar links, draaien even rond. Ja, verder draaien, verder draaien. Die kant op. Nee. Verder draaien. Nou ja, achteruit is naar boven, ja. Dan zie je hier de... Kijk, hier, kijk. Oh, ik hoef hem niet achter te kijken. Ja, pff, hallo, hé, dit is echt... Old-fashioned-stijl. Kijken. Ja. Nou, het grappige is, deze Tesla heeft... Een normale auto heeft 800 bewegende delen. Ja. Deze 17. Dat is niet veel. Nee, vier wielen, één klein motortje en een versnellingsbakje. We gaan hier linksaf. Nee, dat is de cruise control, de onderste. Precies. Ja, zo. Zo. Oké. En dan moet je even de hele gaspedaal helemaal intrappen. Helemaal, ja. Oké, nu weer loslaten. Zo. Oh ja, er zit wel een kickdown in, geloof ik, hè? Ja. Gewoon een G-kracht. Ja, het is wel, het blijft een leuke interviewstudio, want je kunt wel lekker gewoon blijven lullen. Want je hoort niet zoveel. Kijk, en hier heb je dan de bediening. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil eventjes het dak open doen. En dat doe je dus gewoon met een touchscreen. Dat kunnen kinderen vinden dat heel leuk. En dan kun je het weer terug doen. En als je wil rijden, dan kun je de vering kun je instellen. Ik wil de vering hoog, laag hebben. Ik wil nu sportief sturen. Als je nu een beetje stuurt, gaat hij sportief sturen. Als je nu de poten op van de rem afhaalt, dan haalt hij van de gas, maar dan remt hij stevig op de motor. Oh ja. Dan hoef je eigenlijk de rempedaal nooit aan te raken. Dat heet het one pedal driving. Geef me even gas nog even voelen. Ja. Nou, maar even remmen voor het zebrapad. Ja. Hier heb je rechtsboven dat smartphone dingetje, zeg maar, net zo'n batterijtje. Dan kun je een beetje zien hoeveel kilometers je nog kunt rijden. Van 322, dat is nog best wel veel. Ja, je kunt 400 kilometer rijden met deze auto. Op een elektriciteitslading. En hoe lang moet je daarvoor laden? Dat ligt eraan. Het snelste is een snellader. Die gooit in 20 minuten de accu half vol. Dus heb je 250 kilometer erbij. En in 40 minuten helemaal vol ongeveer. Hier links afgaan. En dan komen we precies langs de plek waar ik dus de vorige keer dat probleem had met mijn batterij. Zullen we daar even het interviewje doen? Dan? Ja, dat is goed. Dan gaan we daar even uitstappen. Thijs, vind je dat een goed idee, jongen? Dat is een goed plan, ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat is echt, dan zijn we echt journalistiek bezig ook. Ja, ja, nee, we gaan terug naar de crime, naar de crime scene. Ik kan het dus aanrijden. Ja. Dit is de plaats waar het gebeurde. Ja. Nou, wat ook leuk is, als je dus media hebt, hier heb je dus zeg maar... Dan kun je zeggen, nou, ik hou van internetradio. Het is natuurlijk een connected ding. Zijn er nog landen waar je van houdt? Ja, Amerika vind ik wel. Ja, dus we zeggen hier location. Hier gaan we erop. Hij kan lekker hoog. Ga er maar op. Hup, gewoon doorrijden. Nee, je doet wel een soort voorzichtig met dat ding, maar dat is niet nodig. Dat hoeft niet, nee. Kijk, we hebben hier Amerika, United States, alle landen. Hier heb je dan alle internetradio die je maar kunt verzinnen. Van Alaska, Alabama... Of je hebt ook conservative talk radio, vind je natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, dat is natuurlijk jouw ding. En dan heb je alle radiostations die je maar kunt verzinnen, die gewoon via internet te krijgen zijn. Dus dat komt gewoon via zo'n 3G-simmetje, komt dat naar voren. Wat gek, man. Dus dat is wel leuk. Ik heb in een Fisker Karma gereden. Dat vind ik een waardeloos auto. Nou. Totaal. Heb je geen ruimte? Alles zit dicht. Het is een polo-autootje, maar dan aan de buitenkant is die gigantisch. Ja, maar dit voelt er robuust aan. Dat voelt ook aan dat hij elk moment uit elkaar kan flikkeren. Wat, deze? Nee, een Fisker Karma. Oh ja, ja, hij is ook failliet gegaan, dat bedrijf. Hier, we gaan aan de rechterkant voorbij.
Dus in ieder geval, je hebt, alles is zeg maar connected. Dus ook het aardige is, op het moment dat ik dan ook een ongeluk heb, ja, dan weet Tesla, dat heb ik toestemming gegeven om mij te monitoren, die weet dan waar ik ben. Ja. En die zegt, hey meneer, u heeft bijvoorbeeld een ongeluk gehad, de airbag is geactiveerd, ja, de temperatuur in de accu, er is iets doorheen gegaan, die is kapot. De temperatuur gaat omhoog, ga alsjeblieft uit die auto. De vervangende auto is onderweg en we hebben al een zo'n trekauto gehaald. Dus dat was ook wel mooi. Ah, toen ik gewoon zo'n sleepauto. Ja, maar toen je accu kapot ging, toen... Ja, had ik binnen 20 minuten had ik een vervangende auto, kwam aanrijden. En eerst kwam de sleepauto na ongeveer een kwartier en 20 minuten kwam de vervangende auto erachteraan. Dat is best snel. En ze wisten precies waar ik was, want ze weten precies waar ik ben, zeg maar. Ja. Dus ja, ik vond het een prachtige ervaring. Want dit is natuurlijk een nieuwe auto. Maar ook de service is leuk. Het is leuk om een ongeluk te hebben. Het is leuk om iets wat kapot gaat. Op deze manier is het wel oké. Okay. Op deze manier was het helemaal oké. Dus ik had een totale oponthoud van een half uur. En de volgende dag brachten ze mijn auto terug. Dus ik voelde me helemaal vertroeteld. Ja, het is niet leuk als altijd alles goed gaat. Het is ook leuk als er af en toe iets misgaat. Ga even een beetje... Voel even dat je dat... Ja, er zit even wel kracht in. Maar ik vind het wel een stuk beter dan dat ding waar we toen... Ja, die Tesla, die Karma, die was het net niet. Dat was het flink niet eigenlijk. Die zag er leuk uit, hoewel ik het een beetje... Er zit ook sowieso geen benzinemotor in, toch? Nee. Want in die, nee. Ik ga van mijn leven nooit meer een benzineauto rijden. Nooit. Nooit rijd ik meer in een benzineauto. Van mijn leven niet. Nou ja, ik zal nog wel eens een keer mee moeten rijden met iemand. Maar, en ik leen hem ook vaak uit en dan moet ik wel af en toe een keer in zo'n vieze, goor, smerige dieselauto rijden. Zoals jullie hadden geloofd. Is dat een diesel, die BMW? Nee, dat is een benzine. Oké, okay. Nou ja, in ieder geval. Moeten we al een beetje een soort van terug? Nee, we moeten naar de plek dat bij het volgende stop ligt. Ja, maar dan kunnen we natuurlijk niet stil blijven staan. Jawel, we kunnen op de hoek kunnen we gewoon parkeren. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Want je hebt ook het materiaal gezien, toch? Ja, online. Dat gaan we geloof ik er ook in monteren. Ja. Maar we moeten straks natuurlijk alweer naar de volgende afspraak. Ja, dat begrijp ik. Als je gas geeft, dan... Wat zijn er meer van items? Nou, ik heb al wat gedraaid, maar we gaan nog echt een testrit rijden bij Tesla zelf. Dus dat is leuk. Gaan we even de snelweg opknallen. En Even rustig. En nu even gas, ja. Ja, er zit er echt een power in, hè. Ja, power. Kijk, hier kan ik ook een beetje zien wat voor een soort stijl jij hebt, zeg maar. Hè? Dan kan ik een beetje zien van hoe je rijdt. Ja. Dus als je kijkt hoe ik rijd, ik rijd gewoon rustig ben jij lekker gewoon bezig. Maar dat ben je ook, dat is ook Frank, die was ook lekker bezig. We gaan hier linksaf. Yes. En dan meteen bij de stoplichten, dan gaan we op een keer aan de rechterkant op het gras. Ja. Dan zijn we bij de plek waar het gebeurde. Plek des onheils. Het is net of ik achterin zit bij mijn rijschool. Wat? Hier gaan we linksaf en dan de volgende mogelijkheid naar rechts. Nou, mooi. Ja, hier, daar op het grasveld. Ja, knal ik hem zo even knallen. Ja, knal hem lekker erop. Kijk, dit is een prachtige plek daar voor een interview. Zo, mooi. Zo, dat was even een proefritje met Po-nieuws. Ik ga eens even de Tesla aan de tand voelen. En wat er allemaal misgaat aan dat ding. Zeker. Ja. En ze snijden er natuurlijk weer precies uit. Ik heb geen enkele invloed op dit interview, want ik zeg wel iets. Maar uiteindelijk gaan ze er alleen maar uitsnijden wat zij willen. Ja. Zo, ik heb een interview gedaan. Volgens mij heb ik alleen maar gezegd wat leuke dingen. En dan kijken we gewoon wat er in de snijvlak... Hoe ga je dit item nu maken? Waar ga je nu heen? We gaan straks even een testrit maken met Tesla. Met een eigen auto. Met een echte? Ja, zonder al die groene dingen. Zonder al dat groene gedoe eromheen, zeg maar. Zonder iemand die zegt wat ik moet doen. Dus dan kan ik helemaal wild gaan. Ik moet nog even iets doen. Ja. Nou, dit making of an item vanavond op Po-nieuws op Nederland 3 om 10:30? Kwart voor elf, ja. Dan zitten we natuurlijk weer aan de buis gekluisterd. En dan krijgen we het echte verhaal achter Tesla.
Nou, dan zaten wij gewoon weer lekker in de regen een beetje te klooien. Oké. Okay. Heb je wel eens automaat gereden? Ja. Oké. Okay. Je mag hem... Ja, ga je gang. Goeie kick daar, hè? Zeg mooi, hè? Hij is bad liggen, ouwe. Ja, ja, ik vind het ook... op de 100, dat is niet normaal. Ja, ik vind het ook vreselijk om elektrisch te moeten rijden. Dat is echt rampzalig. Maar weet je nog, hoe heet die vorige dame ook alweer die bij jullie was? Niet Nadine, maar of was dat Nadine? Nadia. Nadia, maar die had een compleet kut onderwerp gemaakt met mijn Nissan Leaf. Oh, die had me compleet belachelijk gemaakt. Dat ik echt gewoon een lulletje rozenwater was, dat ik met zo'n Nissan Leaf. Dat vond ze de treurigste auto aller tijden. Ja. En het was een erg leuk onderwerp trouwens. Dat was, op het Olympisch Stadion zaten ze met allemaal elektrische auto's. En zij maakte een heerlijk onderwerp waar echt ontzettend de draak werd gestoken met elektrische auto's. Maar het is wel grappig dat je dan dat was 2 jaar later, dat je dan, zoiets hebt in zo'n auto. Rechtdoor, hè? Ja. Ga maar even door de bochten door, kun je voelen hoe dat gaat. Ook. Hij zit ook, omdat die batterijen er ook onder zitten, zit hij lekker... Als je van de rem gaat, dan... Dus een politie... Als je van het gas, als je van het gas gaat, sta je inderdaad bijna stil. Ja, hij heeft dus een stevige... Ja, maar dat kun je ook instellen. Kijk, als ik nu dit zo doe, zo, nu doet hij het gewoon als een normale auto. Oké. En nu ga ik ook even comfortabel sturen. Dan kun je dus die hele ervaring kun je helemaal instellen. Oké. Ah, ik vind het wel vet hoor. Groot scherm. Ja, en als je een beetje wil zien waar je bent, dan kun je hier een beetje zien waar je bent. Kun je een beetje inzoomen, uitzoomen. Cameraatje nog even, leuk HD-cameraatje achter. Dus, maar het is ook heel simpel. Je hebt één schermpje met een touchscreen en hier nog een schermpje. En voor de rest geen knopjes. Het is ook een hele simpele auto. 17 bewegende delen en 2 schermpjes. Ja, 17 bewegende delen, maar dan reken je niet... dakje mee en de... Nee, niet de ruitenwisser en zo. Nee. Maar dat zijn er, dan zitten er 35 elektromotoren en 55 computers zitten erin. Dus die heb je dan ook nog gewoon. Jouw camera zitten ook al gewoon 10 motoren om alles te doen. Dus dat is er geen... Nee, dat klopt wel. Ja. Zo, Carlo Brandsen. Nou, dat was dus even een ritje met Po-nieuws. Ik zal het even publiceren. En dan krijgen we zo meteen te zien wat daar nou van gemaakt wordt van Jan Roos. Oké. Okay.